Oh, man, man, man. Warm, warm, warm. Goed geslapen vannacht? Ik niet. Ja, het gebeurt niet meer, man. Het is te warm, hè. En ik moet dan per se met een donsdeken slapen, want zo ben ik dan, hè. Ik heb graag iets zwaar op mijn lijf. Er zijn niet te veel negers in de buurt, dus ik dacht, dan doe ik het met een donsdeken. Nee, maar met zo'n laken gedraaid, om dat doe zo... En dat blijft zo hangen. Ik vind dat niet zo tof. Ook altijd ongelofelijk, hè, man. Je vergeet dat altijd in de winter. Maar vanaf dat zomer wordt een graad warmer. Je doet je ogen dicht. Het eerste wat je hoort... En dan stopt dat geluid zo abrupt. En dan weet je gewoon van, ja, die zit op mij. En als je beweegt, krijg je het bewijs. Hè. Je hoort hem opstijgen. En ik kan dan niet meer slapen, dus ik probeer die te vangen. Hè. Om 3 uur 's nachts in mijn onderbroek met een opgerolde gazet, gelijk een Mongool erachter van, waar is hem? Ik maak hem kapot! Mijn vriendin altijd, allee, schatteke, dat is ook maar een beestje. Hoor ik er nog. Ja, je moet ze kort houden, hè, die vrouwen, want anders krijgen ze ideeën. Dat willen we niet. Muggen kunnen verdwijnen, hè? Wist je dat? Nooit gezien, als je in een ander licht vliegen, zie je die niet meer. Ja, die hebben een cloaking device. Dat zijn de Klingons van Star Trek. Dag, berg, niet kach. En die zijn weg. Je doet dat licht uit en die komen direct terug in paniek, recht in uw oor. Ah! Ligt dat om mij of is God een komiek? Ik ga een klein insectje uitvinden dat al je bloed opzuigt in het midden van de nacht. Dat lijkt me lachen. Wat denk jij ervan, Jezus? Oh, pa, geeft ze anders ook een irritant geluid. Een geweldig plan, mijn zoon. Had je al een geluid in gedachten? Goh, ik dacht dan... Dat is wel irritant genoeg, hè, pa? Goh, ik heb er nog een vele betere. Jij zit altijd op café met al uw vrienden. Zeg ik wel afvassen en kussen en heel kot proper uit. Ga dat buiten zitten, we gaan luisteren naar de Mergerkeur. Schrik maar, je gaat het aan. Nee, daar ga ik een ander beest voor uitvinden. Als mannen dat gezeik moeten aanhoren, moet het toch op zijn minst komen uit iets waar hun penis in past. Zie je ons er al staan? Zeg dat genoeg, zeg! Zwemmen, Dave. Die hebben ook zo'n ingebouwd defensiesysteem. Als je op een mug slaagt, als die tegen de muur zitten, wordt dat zo'n gigantische rode plek die je er nooit niet meer afkrijgt. Wat zijn dat? Al-Qaeda-muggen? Allah Akbar! Past perfect bij de tijd waarin dat we leven. Hè? Zelfmoordmuggen. Met zo'n hoofddoeksken op. Ja, dat ook gehoord. Verlaat traag de kamer.